Op zaterdagochtend rond 4 uur heeft er een schietpartij plaatsgevonden in een café gelegen aan de Voorstraat in Spijkenissen. Hierbij is een man ernstig gewond geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft later twee verdachten aangehouden in verband met de schietpartij, hoewel een exacte rol in het incident nog niet duidelijk is vastgesteld. De politie doet verder onderzoek naar het voorval. Burgemeester Fort van Oosten heeft besloten om het desbetreffende café tot nader de orde te sluiten. Dit besluit is genomen om de openbare orde te handhaven en verdere incidenten te voorkomen. Heeft u informatie, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.